kleine week mag Laura Marijne haar koffers pakken. Onze Miss België vliegt dan naar Las Vegas om er deel te nemen aan de Miss Universe verkiezing. Daar zal ze haar mannetje moeten staan tussen 80 andere schoonheden. Om onze drie kleur nog beter te verdedigen, kreeg Laura een avondjurk met een Belgische touch. Onze Miss België zal een extra prijskoffer nodig hebben om deze jurk mee te nemen. Het is een handgemaakt kleed van Deborah Velasquez, een Belgische ontwerpster met Argentijnse roots. Speciaal voor deze verkiezing gemaakt. Ik wil natuurlijk iets heel majestueus hebben, want op het podium moet dat echt opvallen. En dan dachten we, ja, waarom niet zoiets met de kleuren van België natuurlijk. En de Turkse kant ook. En ja, ik voel me eigenlijk als een prinsesje in mijn kleedje. Als Laura de finale haalt, mag ze de catwalk op in dit exemplaar. Een vurigrode jurk met ellenlange split. Als ze de finale haalt. Want dat is in zo'n wedstrijd natuurlijk niet evident. Maar onze Miss is goed voorbereid. Op Miss World heb ik eigenlijk gezien hoe dat het allemaal moest. Dus zodat de meisjes zich gedragen om echt op te vallen. En ik heb dat eigenlijk allemaal genoteerd. Nu weet ik hoe dat ik het moet doen. Mijn haar perfect, make-up perfect, kledij ook perfect. Want ja, als je het geheel heel mooi, dan valt hij natuurlijk ook op. Laura heeft trouwens nog een troef achter de hand. Belgische chocolade. De organisatie van Miss Universe en de andere kandidaten krijgen een praline met Laura's gezicht erop. We hebben eerst Laura haar gezicht in de scan, in een speciale 3D-scanner. En dan hebben we van die vorm een chocoladevorm getrokken, die we nadien gaan moeren. Hier met donkere chocolade. En nadien op te vullen met een hazelnotvulling met de bekant guillotine van binnen en binnen. Dus België was eigenlijk al helemaal op te eten en nu kun je ze helemaal op eten. Als de alle andere kandidaten wij zien en ze zeggen van ja, wat ben je afkomstig? En ik zeg ja, België. Dan zeggen ze, oh, Belgium, Belgium chocolate, altijd over chocolade bezig. Dus ik dacht, ja, waarom niet chocolade dan? Ik eet heel graag chocolade, ik ben eigenlijk een beetje tot van chocolade. Maar natuurlijk maar niet overdrijven. Ja, chocolade. Carla.